De Making of van Bureau Houten. Een spannend kerstverhaal. Uitgevoerd door 80 Houtense amateurkunstenaars. Die zorgen voor een voorstelling boordevol muziek, zang, dans en theaterspel. Zij staan onder leiding van 5 jonge professionele makers. Aflevering 2. Rieneke Rozenboom en Sander Beuzink zijn de schrijvers van het Houtense kerstverhaal. Inspiratie doen ze op tijdens hun vele gesprekken aan de koffietafel. Ik ben Rieneke Rozenboom en ik ben een van de schrijvers van dit stuk. En ik kom uit Boxmeer, maar wel een klein dorpje. Dus ik begrijp enigszins hoe sociale controle kan werken. En dat is een van de dingen die we hebben gebruikt in het stuk. Ik heb met Sander, die de andere schrijver is, samen op de opleiding gezeten, Writing for Performance, aan de HKU in Utrecht. Mijn naam is Sander Beuzink en ik doe dingen met woorden. Ik schrijf woorden in allerlei volgordes. Die worden dan soms door andere mensen uitgesproken en soms door mezelf. We kregen in ieder geval de vraag om een nieuw stuk te schrijven dat zich afspeelt in Houten rondom kerst. We wilden iets met kerst doen zonder dat het een hele kerstshow was waarin alleen maar kerstmuziek zou zijn. Toen bedachten we, wat er zijn nou goede plekken om een stuk te laten afspelen. We dachten aan een plek waar dan met kerst, tijdens kerst, in Houten gewerkt wordt. En dat werd het politiebureau. Hoe bedenk je een plot? Nou, je zoekt eerst naar wat wil je zeggen met het stuk of wat vind je interessant aan het onderwerp. En dat was in dit geval dus de combinatie van Houten en kerst en een werkvloer. Marion in ieder geval, dat was onze inspiratiebron. En die vertelde dat er wel veel minder dan in grote steden of in andere plekken er verschillende groepjes zijn, ja, met subculturen. Iedereen is best wel hetzelfde. En dat hebben we eigenlijk als inspiratiebron genomen, ja, door een aantal buitenbeentjes bij elkaar te zetten op dat bureau in Houten, die het idee hebben dat de anderen allemaal wel heel erg in het Houtense plaatje passen, maar zij alleen niet. Ze vinden een gelijkheid in elkaar die ze eerder niet hadden verwacht. We bespreken met elkaar wat we hebben, wat er nog moet. En dat hebben we vastgelegd. En dan verdelen we het een beetje. En dan zeggen we, wil jij die aan die scène gaan werken, wil jij aan die scène gaan werken. En tussendoor lezen we elkaars teksten. Soms herschrijven we elkaars teksten, soms heeft iemand één lijntje waar die helemaal aan werkt. Maar we zijn eigenlijk constant in contact met elkaar. Hoe bepaal je de karakters van de spelers en van de hoofdpersonen? In 10 regels of zo per personage hebben we daar, ja, dan een korte omschrijving van gemaakt. Die hebben we met Marion overlegd. En zij is dan gaan casten binnen de verschillende toneelverenigingen die er in Houten zijn. En sommige dingen kunnen via de muziek verteld worden en dat kan dan uit de tekst. Of hoe dat samen in samenspel gaat. Het is er dan de vier. Allemaal. Ja. 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 De volgende aflevering stellen wij u voor aan de regisseur.